Welkom bij... Goedemorgen, meneer De Groot, komt u verder. Gaat u zitten. Meneer De Groot, goedemorgen. U bent Willem De Groot, klopt dat? En u woont op de Dommeringdreef 254 in Utrecht? Ja. Ja. Meneer De Groot, de rechtbank gaat vandaag uw strafzaak behandelen. Daarin bent u verdachte. En dat betekent dat u op vragen van mij geen antwoord hoeft te geven. Dat mag wel. U moet in ieder geval goed opletten. Welkom en fijn dat je kijkt naar Roekeloos. Deze week besteden we aandacht aan het volgende. Misschien herken je het, je doet iets wat je eigenlijk niet wil, maar toch doe je het om indruk te maken op je vriendengroep. Je steelt iets uit een supermarkt, je drinkt net dat extra drankje terwijl je vriend dat niet doet. Dit alles bij elkaar heet groepsdruk. Veel jongeren bezwijken eronder en voordat ze het weten zijn ze aangekomen bij dat ene punt, namelijk een zwak moment. Deze week besteden we aandacht aan Willem en vanwege privacyredenen gebruiken wij niet zijn echte naam, dus houd het op Willem, kijk mee. Dank u. Meneer De Groot wordt ervan verdacht op zondag 1 mei om 6 uur 's ochtends een auto op de Marieplaats te hebben opengebroken en uit deze auto een laptop met laptoptas te hebben gestolen. Auto-inbraak melden. Meneer De Groot, klopt dat? Was u die dag daar? Ja. En waarom heeft u dat gedaan? Ja, het was met Koninginnedag. We waren met een groepje in Amsterdam. Op een gegeven moment hadden we lekker de nachttrein naar Utrecht genomen. En die gasten zaten wel op te scheppen over wat ze wel en niet hadden gedaan. En ik moest ook een keer wat doen, anders was ik een scheidbak. En dat hebt u toen gedaan? Ja. Met een lifehammer lees ik in de politiestukken. En hoe kwam u aan die lifehammer? Ja, een van die jongens had hij bij zich. En wat gebeurde er toen? Toen ik die laptop bij me had, liep ik richting Domplein. Bij Nobelstraat werd ik aangehouden. Handen tegen u, maar snel. Kom zo. De boeien. Onderhand erbij. Kom maar hoor. Ik heb een padpad hier met de helft. Dus u bekent dat u eruit hebt ingeslagen en dat u de laptop heeft gestolen? Voorzitter, geachte aanwezigen. Bij de feiten hoef ik niet lang stil te staan. In de vroege ochtend van 1 mei heeft meneer met een lifehammer een ruit van een auto ingeslagen en daaruit een laptop gestolen. Ik acht deze feiten wettig en overtuigend bewezen. Meneer is bijna op heterdaad betrapt. Meneer heeft de feiten ook bekend. Wat het vandaag
meer om gaat is wat voor straf op zijn plaats is. Aan de ene kant hebben we het over een heel vervelend feit, waar mensen echt heel veel last van hebben. Stress, kosten, schade en autokraak in Utrecht is een plaag. Daarom, voorzitter, aanwezigen, eis ik alles overwegende tegen deze verdachte een gevangenisstraf van 2 weken, waarvan 1 voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar en met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht, inhoudende een sociale vaardigheidstraining. Want ik vind het van belang, meneer, dat u beter leert om nee te zeggen tegen verkeerde vrienden. Ten slotte eis ik van u dat u de schade vergoedt aan het slachtoffer ter hoogte van €265. Dat is mijn eis. Dank u, mevrouw de voorzitter, meneer de griffier en mevrouw de officier van justitie. Naar mijn mening is de straf die de officier van justitie eist veel te zwaar. De cliënt heeft volledig meegewerkt aan het onderzoek en hij heeft bekend. Ik vraag u rekening mee te houden dat er een blanco strafblad is en dat hij binnenkort aan een nieuwe studie gaat beginnen. En ook gezien zijn jonge leeftijd vind ik een werkstraf meer op zijn plaats. Dat was mijn woord. Ik heb eigenlijk verder geen vragen meer. Zijn er anderen die vragen hebben, mevrouw de officier? Meneer de advocaat? Ja, meneer de Groot, heeft u het zelf bedacht of heeft u laten opjutten door uw vriendengroep? Ik heb me laten opjutten. Meneer de Groot, u heeft als laatste het woord. Wilt u nog iets zeggen aan het einde van deze zitting? Ja, ik ben gewaarschuwd stom geweest. Ik had het niet moeten doen. Stom. Oké, dan sluit ik het onderzoek en dan zal ik gelijk uitspraak doen. Ik acht het feit wettig en overtuigend bewezen. U heeft zelf ook bekend. De feiten zijn verder ook heel helder in het procesverbaal. Maar belangrijk, u heeft het zelf ook bekend en u heeft een laptop bij u gehad. Dat is een strafbaar feit en daar bent u strafbaar voor. En de vraag is dan, wat is een passende straf? De officier van justitie heeft 2 weken gevangenisstraf geëist, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is mijn vonnis. Als u het niet eens bent met dat vonnis, dan heeft u 14 dagen de tijd om een hoger beroep te gaan. U kunt ook ter zitting afstand doen van het recht, maar dat zou ik eerst met uw raadsman bespreken. Dan zijn we klaar voor vandaag en dan dank u voor uw komst. Ja, van mij niet. Dat is een goede ervaring. Ja, meneer de minister. Tot zover deze uitzending van Roekeloos. Ik hoop dat je er wat opgestoken hebt. Volgende week zijn we er weer met een ander onderwerp en dat is rijden onder invloed. Wij volgen daarbij Mandy die met iets te veel drank naar huis reed en daarbij een auto-ongeluk veroorzaakte. Ze bracht zichzelf daarbij in gevaar, haar vrienden en een andere automobilist die nu blijvend in coma ligt. Erg zwaar voor Mandy en wij volgen haar in dit proces. Plus dat ze de confrontatie aangaat met de vrouw van de man die nu in coma ligt. Zwaar. We zien je volgende week weer. Bedankt voor het kijken en je weet het hè, leef niet te roekeloos. Hoi.